Ik ben raadslid geworden omdat uh, mijn vader uh, flink in de problemen kwam. Ik uh, was aan het studeren en toen werd ik opeens, mijn ouders zijn gescheiden. Toen werd ik opeens gebeld door mijn moeder met het feit dat zij in de krant had gelezen dat zijn uh, huis werd verkocht door de bank. Nou, dat was best wel grote schok voor ons. Dus wij zijn gelijk het verhaal komen halen. En toen bleek dat hij echt diep in de schulden zat. Um, dus toen je de keukenkastjes opendeed, kwamen echt ook stapels brieven eruit vallen, ongeopend. Um, dus, nou, first things first. Uh, toen zijn we allemaal gaan inventariseren en, en wat er allemaal moest gebeuren. Ja, we hebben helaas niet kunnen voorkomen dat, hij, uh, dat zijn huis verkocht werd. Maar we hebben wel kunnen voorkomen dat hij in ieder geval niet dakloos werd en dat hij een andere plek heeft gekregen. En nu heeft hij al zijn zaken zeer op orde, gelukkig. Um, maar dat heeft me wel doen laten realiseren dat van, ja, weet je, het leven is niet zwart-wit het is. Het is niet alleen maar je eigen uh, kwaliteiten en ambities. Het zijn ook heel veel factoren buiten je eigen controle. En wil je ervoor zorgen dat, dat dat vangnet er is, dan moet je in staat zijn om de spelregels te kunnen herschrijven. En daarom heb ik me aangemeld om raadslid te worden om die verandering, om die zekerheid voor mensen te geven. Uh, want dat, dat mist nu nog te veel. Ja, ik, ik was al wel bekend met de PvdA. Ik, ik was ook al uh, uh, lid van uh, de partij toen, want ik ben, kom uit zelf ook uit een rood nest. Uh, dus dat is al veel meegekregen. Um, en, maar toen had ik echt zoiets van, oké, okay, weet je, die verandering, als je echt verandering teweeg wilt brengen, dan moet je gewoon inderdaad de, de ring en de arena in. En uh, toen uh, had ik zoiets van, nou, dat, dat met, met zo'n ervaring uh, ga je er gewoon voor. En dan, want hij had volgens het geluk dat, mijn, dat zijn familie om hem heen stond. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat geluk niet hebben. En voor hen wil ik gewoon graag die zekerheid inbouwen dat, dat ze iemand hebben waar ze op kunnen rekenen. Je springt op een rijdende trein. Dus in het begin kreeg je echt giga veel informatie over je heen. Want het is een beetje als een soapserie soms: want je springt opeens in seizoen 13 in. Dus er is een hele lange geschiedenis van dossiers die al gaande zijn. Gevoeligheden die je nog niet weet. Dus in het begin heb je zo, van: ja, wat gebeurt er allemaal? Uh, maar gaandeweg uh, uh, bijt je in dingen vast, je maakt dingen mee, je bent aanwezig bij heel veel overleggen en praat met heel veel mensen in, op de straat. Um, en op die manier krijg je dan toch heel veel informatie. En toen uh, uh, um, was het in het begin ja, wel wat overweldigend. Uh, maar gaandeweg, stukje bij beetje, krijg je grip op de dingen en uh, uh, begin je ook zelf initiatieven in te dienen. Nou, In de raad zitten vrij veel uh, oude witte mannen. Um, en dan ben ik een van de weinige mensen die uh, jong is. Die zelf echt direct te maken heeft met alle problemen en issues die er, uh, er gaande zijn met woningen. Um, dus dat levert wel een hele frisse blik op. En uh, um, was ik ook heel blij dat dat initiatief dat ik ken heb kunnen overtuigen. Van het feit dat de problemen heel nijpend zijn. En hoe het is voor mij, voor, voor niet alleen mij, maar voor mijn generatie die ermee te dealen heeft. Dus die... die, die, die Stoel aan de tafel tijdens het overleg. Dat is zo ontzettend belangrijk. Uh, en ik ben echt heel erg blij dat op die manier dat ik dan toch uh, ja, de stem van, van mijn generatie daarmee kan vertegenwoordigen. En dat we de kracht gebundeld hebben om dat voor elkaar te krijgen. Gemiddeld genomen ben, ben ik, althans in een stad zo groot als Horen, 73.000 inwoners is. Uh, 15 uur. Per week gemiddeld kwijt. Maar sommige weken, dan, dan, dan zijn, komen mijn dossiers niet aan bod. Ik ben uh, woordvoerder op duurzaamheid en wonen, onder andere. Um, en andere weken, dan heb je, heb je zomaar drie à vier vergaderingen. Maar dat zijn wel heel, hele drukke weken dan. Maar gemiddeld genomen ben ik ongeveer twee à drie avonden per week eraan kwijt. En tussendoor werk je er dan ook nog wat aan. En, uh, spreek met mensen af, of doe je nog even een belletje, of ga je nog even kort langs iemand uh, in, in de stad langs, omdat ze uh, problemen hebben, of uh, je heel graag iets willen laten zien. Dus wat dat betreft, uh, zorgt het ervoor dat je. Zelf echt je ei kwijt kan in hoe je het raadslidmaatschap wil doen, dat je dat zelf kan vormgeven. Het allerleukste aan het raadslidmaatschap is het feit dat je direct invloed hebt op je eigen omgeving. Het kan heel simpel zijn met een fietsrek dat in je buurt geplaatst wordt, zodat de fietsen niet meer overhoop liggen, of een drempel zodat kinderen veilig kunnen spelen en dat de auto's niet meer zo snel door de straat heen rijden. Maar je kan het ook uh, uh, breder trekken en uh, dat mensen meer zorg uh, thuis bij uh, in hun eigen huis kunnen krijgen. Dus wat dat betreft, je ziet gelijk resultaat van de dingen en de voorstellen die je doet en de acties die je onderneemt. En dat is zo mooi om dan gelijk die verandering in je eigen stad te zien.